Edward, ik denk dat jullie de perfecte koers hebben gereden. Ja, ik denk dat we zeer goed waren. Vooral met veel mannen vooraan aanwezig. Het is jammer dat Jasper plat rijdt. Ik denk dat hij anders wel ook nog een rol in de finale zou kunnen spelen. Maar ja, ik denk dat de ploeg op punt stond. De kopmannen op de afspraak waren waar dat moest. We hebben een beetje op ons instinct gekoerst, denk ik. En dat heeft uiteindelijk geloond. Ja. Sterk instinct dan. Zetten jullie nu ook echt jullie voet naast Visman Lease Bike als blok? Ja, ik denk in principe dat je wel ziet dat wij toch wel een van de sterkste blokken in koers zijn. Ik denk dat je dat de voorbije koersen eigenlijk ook al kon zien. Er zijn natuurlijk die toprenners, zijn de Van Aert, Van der Poel, die echte toppers. Maar ik denk dat Mats daar net achter komt. Ik denk dat Jasper op deze moment daar ook net achter komt. En als je dan ondersteund wordt door goede ploegmaats, denk ik dat dat alleen maar een voordeel kan opleveren. Laatste vraag, wat jullie vandaag doen, is dat ook de tactiek die jullie gaan hanteren zondag in de ronde? Ja, dat is een beetje aan de ploegleiders, maar ik denk de moraal zit goed, de sfeer zit goed in de groep. We staan allemaal op punt, fysiek ook, dus dat helpt alleen maar om met zoveel mogelijk man op de juiste plek te zitten. En dat geeft alleen maar moraal voor de komende weken. Wie is dat nog? Dankjewel.